welkom bij Dynamite, productupdate nummer 47. Op naar de 50. We hebben een heleboel nieuwe dingen. We hebben vanavond nog een lezing, maar waarschijnlijk als je dit kijkt, is die lezing of bezig of al geweest. Dus daar zijn we niet helemaal over gaan uitweiden. Morgen staan we in België trouwens, op de Vlaams kampioenschappen van Mol. In Mol Wezel, inderdaad, in België. Met een stand, dus als je daar naartoe komt, zien we je daar. Winkel is trouwens ook gewoon open morgen, 17 september. Dus je kunt overal terecht. Maar, ik zie er wel mooie munten liggen. Ja, René, ik heb hier een mooi setje munten. Met deze munten kan ik namelijk wat moois doen. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier namelijk... Wat zijn het? Het zijn... Morgendollars zijn dat. Morgendollars, replica's. Oké. Ja. Dus ik heb hier vier munten en het mooie is... Dat ligt boven de mat, dat kan iedereen zien. De munten kunnen van deze hand naar deze hand. Visueel, ik zal het even laten zien. Vier munten. Ja, naar deze kant een beetje. Naar hier. Dat is de eerste munt. Je kunt zien. Alle munten. De tweede munt gaat ook van deze hand naar deze hand. Ik zal het even laten zien. Zo. Drie hier, één hier. En gaat hij van hier ook weer naar daar. Zie je dat? Daar heb ik nog twee munten over. Ik zal het nog één keer doen. Twee munten hier. Twee munten hier. Je sluit je handen. En de munten verspringen van de hand. Wat je ook kunt doen, René, is... Zou je de munt even vast willen houden? Ja? Op je platte hand. Dan pak ik één munt weg, mag je hand sluiten. En het mooiste is als ik die munt namelijk pak... En maak een magisch gebaar. Dan verdwijnt hij namelijk en verschijnt hij bij René in de hand. Ja, ik weet het. Even willen kijken. 1, 2, 3, 4. En dit is een Morgan Dollar set met het geheime iets. Die staan op de website, kosten €49. We hebben deze ook in de Chinese uitvoering. En het mooiste van deze munten trouwens is, die zijn van koper, dus die kunnen niet roesten. Van messing, messing gemaakt allemaal, ja. Ja, ze kunnen niet roesten. Natuurlijk super, niet dat er elementen roesten, maar replica's zijn soms wel van staal of van ijzer. Dan kunnen ze wel roesten. En dat is een mooi setje, want een normaal setje van deze munten zijn rond de €100. En deze kost ja. 49,50. Ik wil zeggen, deze sets, deze Chinese, hebben we inderdaad verkocht. Precies zoals deze set is nu, voor €100. Maar goed, we hebben een betere bron. En nu kunnen ze voor de helft, €49. Mm-hmm. Vind ik een koopje. Wat wij ook nog hebben is, deze hebben we ook nog in flipperformaat. Ja, heel erg snel. Dat is deze. Dan weet je de prijs zo even hiervan. Ik weet ook niet in mijn hoofd, want die hebben we net op het laatste moment erbij gerust. Maar ik zet hem onder in beeld hier, dan weet je de prijs in ieder geval. En de Chinese munten hebben wij ook nog in half, of een half dollar, zeg ik het goed? Ja, dit is nog een stukje kleiner, net zo groot als een halve dollar. Dus ik denk een... bijna een centimeter kleiner, denk ik. En die kosten €45. Zijn ze €45. We hebben daar een mooie video voor gemaakt. Ja, dan leg jij duidelijk uit hoe je een Coins Across kunt doen. En een Matrix op de tafel. Ja, dus een routine die ik net deed en nog een andere muntenroutine. Dus, muntenset, plus een mooi zakje krijg je erbij voor ze op te bergen. Plus online routine. Video's, ja. Voor €49. Ja, ik vind het een koopje, echt waar. Oké, dan waren de munten. Berg het even netjes op. Zo, goed het in. Netjes op, hè. Even kijken hoe laat het is, hoor. Word je mijn nieuwe beschermer? Hey. Mooi, mooi. Mooi, hè? Goed, hè? Dit is trouwens niet mijn telefoon, dit is Mark's telefoon. Het hoesje is gewoon helemaal zwart, er is verder niks bijzonders mee. Maar het leuke is, dan stel je de telefoon erin schuift op deze manier. Zo, dus je hebt de telefoon helemaal zeg maar, in de houder. Dan kun je dit doen. Ik heb hier een volle vingersknok. En je telefoon is compleet verdwenen. Dit is... Ja, het is echt gewoon helemaal mooi. De case is dit. Van Sense Minds. Kwam gisteren binnen. De case. Nou, de case is gemaakt voor de 5 en 5S toestellen. De iPhones, laten we verstaan. We hebben hem in zwart. We hebben hem in grijs en we hebben hem in goud. Bijna. Bijna. Jij hebt het niet gezien. Jij kwam vanmorgen binnen. We hebben ze in zilver, goud en grijs. Dus ik weet niet of er een zwart bestaat daarin. Maar dit was grijs wat je net zag. Oké, ik dacht dat dit zwart. Ja, je moet even, het heeft ermee te maken als je hem koopt, dat je zeker zorgt dat het matcht met jouw telefoon. Dan is de truc een beetje vreemd. Dus we kunnen niet verklappen hoe het precies zit, maar je moet wel de juiste kleur bestellen die overeenkomt met jouw telefoon. En even voor de duidelijkheid, dit kun je ook echt gebruiken als je telefoonhoesje. Ja, dit is echt je telefoonhoesje. Dus je kunt je telefoon er echt in bewaren. Hij zit er wel wat losser in, zeg maar. Want hij moet er makkelijk uit kunnen. Maar in principe beschermt hij echt jouw
De telefoon, het is een stevig dingetje. De case kost €75. Nou, en goed gemaakt. Ik vind dat hij bij mij in het rijtje komt bij goede dingen van Sense Minds. Dan mag je zelf daar aan verbinden waarom ik dat zeg. Het was die ringbox vond ik heel goed. Ja. En deze vind ik eigenlijk wel toch de persoonlijk de betere dingen van Sense Minds. Dat valt ook onder de pro-versie van Sense Minds, zeg maar. Ja, ja. Ja, dus ik vind het de betere dingetjes. Dus, de case. €75. Nou had ik gisteravond niks te doen. Heb ik ook wel eens. Oké. En toen dacht ik, weet je, ik ga iets maken. En heb ik was de hele tijd aan de speelkaart en dingen aan het oefenen. En toen dacht ik, weet je wat? Er lag een stift op tafel. Ik ga die kaarten nummeren. Gewoon 1, 2, 3, 4. Misschien er iets leuks mee kan doen. Ik heb het kaartspel trouwens meegebracht. En het idee is eigenlijk als volgt. Ik pak even wat dingen erbij. Want dat spelkaart heb ik goed te schudden, dus het ligt niet in een bepaalde volgorde, maar ik heb ze wel van 1 tot 52 genummerd. Dus de getallen staan willekeurig op kaart. Het is niet zo dat de schoppen A's de 1 is, de schoppen 2 de 2, de schoppen 3 de 3. Het is allemaal gewoon door elkaar. Duidelijk? Ja. Oké. Nou, normaal zou je dat met meerdere toeschouwers doen. Maar we hebben hier maar 1 toeschouwer. Dus stel voor dat je zegt tegen de toeschouwer, jullie mogen allebei een getal van 1 tot 52 in gedachten nemen. Of kiezen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat jullie niet hetzelfde getal kiezen, maken we het makkelijk. 1 toeschouwer pakt een even getal, 1 toeschouwer pakt een oneven getal. Nou, stel we beginnen met. Waar willen we beginnen? Even of oneven? Doe maar oneven. Oneven, kijk. Stel voor dat spel kaarten. We zouden daar een onzichtbare versie in hebben. Stel voor. Ja. Allemaal verschillende kaarten hier. Achterkant allemaal genummerd. Hou even vast. Dankjewel. Ik haal er 1 kaart uit. Aha. En. Klaveren 8, zeg ik dan. Dat zou kunnen. Ik zie ze niet, want ze zijn er. Jij zei oneven. Welk getal staat er volgens jou op de achterkant van de klaver 8? Ik denk 13. 13. 13. 13. Dus klaver 8, 13. Oké. Dan zouden we naar toeschouwer 2 gaan. Dan hadden we gezegd, nou, jij mag een even getal in gedachten nemen. Ik pak hetzelfde spel. Wat is het spel? Oh, sorry. Ja, ik had de kaart erop terug. Oké, pak nog een kaart eruit. En dat is een. Hey, dat is een rode kaart. En ik was mooi. Een. Hart. 6 bijvoorbeeld. Je bent ook even toeschouwer 2. Welk even getal staat aan de achterkant? Een even getal. 28. 28. En moest ik ben een Daan, hè? Ja. Okay. 28. 28. Hart 6, 28. Nou, die kaarten schudden we even door elkaar. En ik pak er 1 kaart uit. En ik pak het getal. Oh, je hebt zo. Ja. Oh, dat is een leuk getal. Gaan we nog niet, hè? 34 maak ik ervan. 34. Maar welke kaart is dit? Welke kaart is het schoppen? Azen, harten, 4. Welke willekeurige kaart is dit? Nou, dat wordt lastig. Ja, je mag zelf bepalen. Zelf kiezen. Het is niet afgesproken, hoor. Ruiten 5. Ruiten 5. Sorry. Ruiten 5. Ruiten 5. Ruiten 5. Ruiten 5. Alright. Dat betekent. Dat spel ligt hier al heel de hele tijd op tafel. Dat is niet meer aangewezen verder. Maken we open. Het spel. Allemaal verschillende kaarten uiteraard. Oh, kijk eens wat ik hier zie al. Ruiten 5. Ruiten 5, pak ik die meteen. Het zijn allemaal verschillende kaarten. Uiteraard. De achterkant zijn allemaal genummerd, zie je. En dan gaan we bijvoorbeeld op zoek naar 28 en 13. Dat zijn allemaal jouw keuzes, zeg maar. Ja. Als ik hem erbij kan, moet je het even zeggen. 28 en 13. Dat even zo. Ja, 13. Dat was niet wat meer. 28. Dus, dat wil zeggen. Uit het spel wat niet bestond, haalde ik een kaart die niet bestond. Daar bedacht ik bij dat het de klaver 8 was. En toen zei hij, ja, op de achterkant staat 13. We hebben een kaart met 13, want ik had alle kaarten genummerd. En hoe kan het dan dat dat ook nog toevallig de klaver 8 is? Ik vind dat vreemd. Ik ook. De tweede kaart die ik eruit haalde, onzichtbaar. Bepaalde ik dat het een harte 6 was. Toen zei jij, nou, op een harte 6 van 28. Hier heb ik kaart nummer 28. Harte 6, zie je. Toen zei ik, nou, ik pak er 1 kaart uit. En dat is kaart nummer 34, maar ik weet niet welke kaart het is. Jij bepaalt welke kaart het is. Toen zei jij, het is de ruiten 5. Waarom? Oh, ik moet hem omdraaien natuurlijk. Denk het uit. Kijk. En uiteraard is dat... Nummer 34.
Nou, dit is Trilogy Extreme. Trilogy Extreme. En het mooie is... Kaarten gaan terug in het spel. En je bent weer totaal reset. Nou, in de loop der jaren hebben we Trilogy, Trilogy Bicycles, Trilogy Streamlined. Allerlei versies verkocht. En dankzij wat er tegenwoordig op de markt is, is nu alles geïntegreerd. Want ik vond de beste versie was met twee spellen, mogen we best zeggen. Zit nu in één spel. Dus je kunt normaal, moest je wachten tot het einde van de truc en dan haal je spelletje zak, leg je op tafel. Nu kun je het spel van tevoren op tafel leggen. Je doet exact hetzelfde en alles matcht. Toeschouwers hebben echt een compleet vrije keuze. We hebben niks afgesproken ook. Nee. Ondanks dat we allebei goochelaars zijn en wat dingen weten. Dus volkomen willekeurig. Trilogy Extreme kost €49,50. Je krijgt dan de uitgebreide instructie-DVD met nog meer routines. Waarop heel duidelijk wordt uitgelegd hoe je dit allemaal maakt. Het is ongeveer een kwartiertje werk. Je kunt zelf de nummers op de kaarten schrijven. Dat hebben ze nog niet gedaan. Dat ze niet weten of je dat mooi wilt of sierlijk wilt. Of met zwart of met groen of met blauw. Dus kun je allemaal zelf bepalen. En dan is je truc klaar. Dus eenmaal in een doosje en klaar is hij oneindig te gebruiken. Zonder reset, want dat is in principe nu weer klaar. Moeilijk? Trilogy Extreme. Nee, het is totaal niet moeilijk. Trilogy Extreme, zal ik laten zien ook. Verpakking. Van elke zaam. Ja, hartstikke goed product. Maar dat was Trilogy sowieso al. Oude Trilogy hebben we trouwens ook nog. Als jullie op een of andere reden zegt, ik wil toch die andere nog hebben. Kan ook. Hebben we ook nog altijd. Maar op is op, want dit is beter. Simpel. Mooi. Trilogy Extreme. Nou René. Vanmorgen had ik dus lekker liggen ontbijten en ik dacht ik heb zin in een eitje. Oh, lig jij te ontbijten? Ja, zittend. Oh. Is toch wel makkelijk. Ja. Zal deze ook zitten doen, is misschien ook makkelijker dan liggend. Maar ik heb hier dus een zak. Ja. En het mooiste van die zak is als je nou dat ei op die zak legt. Ik hoop dat je het allemaal goed kunt zien. Op deze manier. En je duikt het ei af, dan kun je het ei laten verdwijnen. Kijk, dan zit hier achter mijn arm. Ik zal het nog een keer doen. Ja, graag. Want als je dat ei namelijk in je hand legt op deze manier, en je knijpt in je vingers, dan kun je het ei dus helemaal laten verdwijnen. Zie je dat? Doe het normaal. Doe ja? Ook. Okay. Nou, we vinden het niet helemaal normaal. De eierzak kun je ook binnenste buiten draaien. Je kunt er mee slaan, je kunt er van alles mee doen wat je wil. Mee slaan? Dat kan ook nog. Ik zal de buurt gaan. Het zou kunnen. Maar wat zo mooi is aan deze eierzak vind ik, je kunt zien dat hij verder leeg is. Ja, mag ik voelen ook? Ja, voel me. Leeg? Ja, hartstikke leeg. Het mooiste is, je knipt gewoon in je vingers en je zult niet geloven, kijk, komt zo het ei eruit. Nou, heel veel mensen zeggen tegen mij, die zak die is speciaal, maar dat is niet zo. Ik zal nog wel laten zien met een ei. Als je de ei namelijk weer in de zak doet, op deze manier. En dus eigenlijk een appeltje eitje deze truc. Maar soms, dan zie je dat hij verandert in een citroen. En dit is de Mardo Egg Bag. Signor Mardo Egg Bag. Ja, en de Mardo Airbag, of Airbag, de Egg Bag hebben wij in rood en een blauw. Ja. Kost €52,50. En dit is een superleuk ding. Mooi gemaakt. Goed gemaakt ook inderdaad. Ja. En kijk even. Uitgebreid boekje met alles bij wat je moet weten. Ja, het is anders dan andere eierzakken, toch? Jij hebt ermee gespeeld al, ik nog niet. Maar je hebt veel meer mogelijkheden, vind ik, dan een normale eierzak. Dat klopt. Ja, en de rest heb je al gezegd, het is goed gemaakt. Twee kleuren. Wat ik wel eventjes erbij moet zeggen is, je krijgt er geen ei bij. Nee, je krijgt er geen ei bij inderdaad. Dus maar wij verkopen wel eieren los, ja. Maar dan weet de prijs wel even niet van. Categorie heb je accessoires en dan moet je even kijken bij eieren. Er staan alle soorten in. Siliconen, plastic, hout, weet ik wat allemaal. Wat ook kan, dat heb je niet gedaan, maar dat, omdat je nu een andere variant deed. Je kan ook zeg maar de zak leeg laten zien. Je kan de zak de toeschouwer zelf laten vasthouden leeg. De toeschouwer grijpt bij wijze van in de lucht, gooit het ei naar de zak en het ei verschijnt dan, want in de zak kan hij er zelf uithalen. Kan ook. Dan kan hij echt helemaal zelf eruit halen. Ja, zonder dat jij zelf vast heeft. Jij raadt de zak niet meer aan. Ja, zelf kijkt ze nog in de zak, doet één hand los, je maakt een magisch gebaar, het ei vliegt door de lucht en landt dan in de zak. Ja, het landt ook echt gewoon, zie ik het erin belanden. Ja. Als je een beetje een zwaar ei gebruikt. Super, gedaan Leon. Jullie gaan voor de cola? Ja. Oké. Okay. Toen waren we laatst op vakantie. Toen kwamen we door Hongarije. En ik zal het laten zien, dat is een apart verhaal. Wilden we eigenlijk even overnachten, want in principe was de reis zo lang dat we niet in één keer konden doorrijden. Toen kwamen we bij een klein hotel. Hotel Destiny heette dat ding. Ik heb het
doosje meegekregen. Model Destiny hier, als aandenken. En toen zeg ik, nou, ik ben binnen. Zeg, kunnen we hier overnachten? Zei die man. Tuurlijk kan dat. Geen enkel probleem. Zeg, hebben jullie nog kamers vrij? Ja, we hebben kamers vrij. Zeg maar welke kamer dat je wil slapen. Ik zeg, hoe? Zeg, een kamer. Ja, nee. Je moet hier zelf je kamer kiezen. Zeg maar, ik weet ook niet welke kamers dat jullie hier allemaal hebben. Oh, je bent in Hongarije. Wij bepalen hier hoe dit gaat. Jij moet zelf een kamer kiezen. Ik zeg, ja, maar ik weet het niet. Zegt hij, geen paniek. We hebben vaker dat mensen dat niet durven of kunnen beslissen. We hebben daar iets op bedacht. Op een typische Hongaarse manier mag jij zo meteen je eigen kamer kiezen. We hebben hier alle kamernummers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die mag je allemaal bij elkaar pakken, die nummertjes. Zo, die mag je in je hand pakken. Ik zal het even doen. Je kan je gewoon door elkaar gooien, zeg maar. Zo. Er hoort er niet bij dat die ene weg wil. En dan laat je ze vallen. Oh, kijk. Dat is wel heel veel. En alle dingetjes die dan met de witte zijde naar boven liggen, gaan weg. En wat met getallen naar boven ligt, dat blijft in het spel. En je gooit net zo lang totdat je nog maar één dingetje over hebt. Oké. Duidelijk? Oké. Ik zal ze even allemaal terugdraaien ook, en denk je dat het weer erbij hoort. Zo. Leon, ga je gang. Mijn handen weer leeg. Alles eerlijk gebeurt hier. Hop. Kijk, schud ermee. En laat je ze vallen. Kijk, als ze niet van tafel rollen. Zie je, ik had net heel veel wit. Soms, dat heb ik vaak gedaan, heb je dat het in twee keer klaar is. Maar net hadden we heel veel wit in één keer. En soms duurt het langer. Nou, alle witte mogen eruit. Met de witte kant erboven, laat ik het zo zeggen. Okay. En de rest mag je pakken en dan mag je nog een keer gooien. Eigenlijk net zolang totdat we nog één fiche over hebben met een getal naar boven. Hey, die gaat er automatisch erbij. Nou, dus kan het niet. We hebben er nog vier over. Nou, we hebben er nog vier. Hey, nog twee. Kijk. De twee en de zeven nog. Ja. En we hebben er eentje over. De twee. Nou, zegt die man. Wat stond er in de balie, zegt hij. Het is heel gemakkelijk. U heeft de keuze gemaakt. U slaapt in kamer twee. Ik zeg maar. Waarom dan zo ingewikkeld? Had ik ook gezegd, hier, kamer 2. Nee, zegt hij, wij doen dit heel vaak. En om eerlijk te zijn, hebben wij niet 9 kamers. We hebben maar 1 kamer. Ja, ik zeg, waarom de hele proces wat jullie nu gedaan hebben? Nou, zegt hij, dat is een test van ons. En we vinden het heel bijzonder. We doen dit dagelijks. En op de een of andere vreemde reden slaapt iedereen in kamer 2. Want die hebben jullie ook gekozen. Ik zeg, ja, dat kun je natuurlijk wel zeggen. Ja, zegt hij, maar ik zal laten zien. Want op die sleutelhanger staat ook echt op. Kijk, Model Destiny, dat is hier, zegt hij. Kamer nummer 2. Zie je, dat zit er echt gewoon op. Krijg je dan niet af? Of niet, Krijg je dan niet af. Nee. Oké. Okay. Nou, dit is Motel Destiny, naam zegt het al, van Astor. Super ding. Compleet met online video instructies en alles wat je hier ziet. Dus doosje, sleutelhanger, fiches, sleutel niet. Je kunt zelf een willekeurig sleutel aanmaken. Is wel mooier namelijk als je eraan zit, alleen zo'n dingetje is ook zo raar. Zelfwerkend. En je eindigt clean doordat je de sleutelhanger gebruikt, om het zo maar te zeggen. Er zitten nog extra onderdelen bij voor andere opties. Je kunt ook bijvoorbeeld als mensen gaan trouwen, kun je twee mensen, dus het bruid en bruidegom, bijvoorbeeld elk een kamernummer laten kiezen. Waarbij ze uiteindelijk bij elkaar in de kamer belanden, om het zo maar te zeggen, dat ze hetzelfde kiezen. Je kunt de fiches allemaal laten onderzoeken als je wil ook nog. Er zijn allemaal mogelijkheden, die leer je allemaal op de online video. Motel Destiny, even aan het spieken nu. Kost €49. Zet ik op het doosje apart hebben. €39, sorry. Oh, daar staat geen prijs bij. Dat is de prijs van de shells. Daar hebben we laatst een maand erbij gepakt deze. €39 voor de complete set. Super ding. Motel Destiny. Oh ja, er kwam gisteren net op het laatste moment kwamen deze kaarten binnen. Ik heb alleen maar cellofaan losgemaakt. Check jij maar even of het mooi is. Ik heb het niet gezien. Ze zaten in ieder geval in hele mooie cases. Een hele mooie zwarte dozen met magneetsluiting. Dus waar ze met z'n 12 verpakt zitten. Wauw, dat is wel een mooie kaart hoor. Potverdikkie, ja. Mooi zwart. Mooi backdesign ook, ja. Ja, mooi. Simpel, maar wel mooi. Oh, is heel fijn ook, kijk. Laat maar even één voor één zien, zo. Plaatjeskaarten. Ik vind het mooie mooi design. Van de Expert Playing Card Company zijn dit de Superior Playing Cards. Dit zijn de zwarte. Dat heeft dan te maken met de rugzijde. Hartstikke duidelijk. Ik kan bijna niet wachten op die jokers. Maar je legt hier al niet. Ja, zie.
Dit zijn de zwarte, zie je? Maar ze zijn er ook in het rood en in het blauw. Voor die hele achterkanten. Ik vind het erg mooie kaart hoor. Ik zou dit, ik kan me voorstellen dat ze hier meer mee gaan doen op helemaal meer. Dat ze dit, ja, weet niet, kerfdekken zo gaan maken. Ja, sterker nog, ik heb ook gezien dat er invisible decks van zijn. Ik heb ook gelezen dat deze echt langer meegaan ook. Klopt dat? Weet niet. Nou, ze gaan nu al mee vanaf gisteravond. Want toen hebben ze gekregen. Bij mij gaan ze nog niet zo lang. En ik heb gehoord dat ze ook niet zo snel vochtig worden en zo. Ja, nou, wat inderdaad waar is, ze zeggen dat het doosje is behandeld met iets. Ze zijn tear resistant. Ik ga het niet proberen. Maar inderdaad, ze zijn heel glad. En inderdaad, het doosje beschermt de kaart ook tegen vocht. Ja, dat klopt inderdaad. Dat staat in de tekst erbij. Dat zag ik ook. Maar het is echt gloednieuw. Dat hebben we echt vanmorgen, of gisteravond, uit de doos gepakt. En vanmorgen heb ik de omdoos opengemaakt om ze even te laten zien hier een update. Superior Playing Cards. Oh ja, de prijzen. €6,50 voor de zwarte variant en €6,75 voor de rode of de blauwe. Ja, op zich niks verkeerds mee eigenlijk qua prijs. Toch? Ja. Ik vind het mooie spellen. Dan heb ik hier een kaartendoosje. Verder niks bijzonders. Gewoon een normale doosje. En ik heb hier een ring. Ik zal mijn eigen ring ook even bijvoegen. Dit is de ring die je erbij krijgt, voor het geval dat je geen ring zelf hebt. Dit is mijn eigen ring. Welke ring ga ik gebruiken? Deze, want daar ben ik maar heel zeker van dat er maar eentje van is. Dat klopt. Ja, hier hebben wij er ook maar één van, maar bij elke truc zit er natuurlijk eentje bij. Dus, oh. Lekker lomp, René. Stel voor. Doosje is leeg. Je pakt de ring. Je pakt de ring. In je hand. En je doet dit. Daar verdwijnt die ring spoorloos. Het gekke is dat de ring op de een of andere manier verschijnt in het doosje. Dat is op zich heel bijzonder. Zeker als je bedenkt dat het doosje net nog leeg was. Sterker nog, ik zal heel langzaam maar laten horen nog. Heel eerlijk ook. Twee vingers. Zie je, de ring zit echt in het doosje. Ik zal het ook langzaam laten zien ook. Die er echt uitkomt. Dat is de ring case. Een manier. Je hebt allerlei manieren. Je kan ook zeggen, ik leg een ring op het doosje bijvoorbeeld. Je haalt de ring haal je van het doosje af. Doe dit. Verdwijnt spoorloos. Komt in het doosje. Je kan hem ook visueel in het doosje terecht laten komen. Leg je de ring op het doosje. Tik je met een kaart zo erop en zit hij er ook in. Persoonlijk zou ik het niet doen, want dan zeggen mensen, hey, deze is met het doosje. Omdat het er doorheen gaat en niet omdat er gewoon in verschijnt. Dit is een ringcase gemaakt door Joker Magic. Verkoop eigenlijk al jaren hoor trouwens. Kost €45. Volledig geplastificeerd. Het is niet gewoon een simpel kartonnen doosje. Het doosje is compleet gemaakt voor deze truc. Het is, ziet er onschuldig uit, maar het is een heel gaaf mechanisme wat er echt in zit. Ringcase. Compleet met instructies op papier. En ringcase dus. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En goedjes.